Bene. O Cascia. Dit is net de voorbeeld. Mensen willen dat ook zien, hè? Kijk uit, hier is een camera. Kunnen we film maken van hetgene waar je aan film moet zoeken? Ja, van het Rijk terug hebben voor ons. Ik zou mijn voeten worden. Nu Hij ziet het niet echt goed, hè? Eigenlijk had ik nou gezegd, als ik weet van ik heb daar nieuw audio, voor jij mijn audio. En als daar audio komt, dan doen we het wel. Jouw broer of zusje misschien jarig? Of jouw zoon of dochter gestaan van school? En ieder met zijn eigen idee. En ieder met zijn eigen gevoel. Gokt hem erop van nu wel. Ik denk het wel. Hij loopt toch nu? Ja, nou wel denk ik. Anders zie je het ook niet. Het geluid. Ik verzoek in ieder geval nog even te wachten met het oplaten van uw wensballon. Tot na de minuut stilte. Dankjewel. Ik heet u welkom. Dit is Wensbloem 2016. Thank you.
de 7e editie Time to Believe alweer. Weet u nog hoe dit allemaal begon? Ons moeder krijgt ging hebben tussen de 7 en 9 maanden op Facebook. En ineens kwam ik op een idee. Mijn meisjes hadden zich verzameld op de hoogte 80. Allemaal in bezit van hun eigen wensballon. Een waar schouwspel vond plaats in het luchtruim boven Arnhem. Vandaag hebben wij al onze 7e editie. En iedere editie weer groeien we een stukje groter. De mensen vinden het fijn om in grote saamhorigheid hun geliefde dierbaren te herdenken. En ik vind het fijn voor u om dit voor u mogelijk te maken. Bedankt mensen. Het geluk wat wij ervaren omtrent onze moeder, die God zij dank kankervrij is, mocht helaas niet lang duren. Nee, dit blijde nieuws werd vreed verstoord. Dikke donkere wolken, alleen nu bij ons vader, die ongeneeslijk ziek is. Maar ook boven het taxibedrijf, wat zij al 32 jaar lang runde. Want door het feit dat mijn vader nu ziek is, hebben zij noodgedwongen hun bedrijf eerder dit jaar te beëindigen. Omdat dit onderwerp voor ons zo ontzettend actueel is, wil ik het graag hierbij laten. Hoeveel kan een mens verdragen? Wij hebben er geen woorden voor. Samen staan wij sterk. Behouden we jullie. En zo heeft een ieder hier vanavond op de hoogte 80 zijn eigen verhaal omtrent een dierbaar persoon die hij of zij moet missen, waarbij verdriet centraal staat en geluk weer te zoeken is. Thank you.